guys. I'm Danielle. So I'm Ren. I'm the papa. Hi guys, and welcome. The stove. Underground. Hey, ik ben René van de Lucky Stove en gisteren hebben we wat besteld bij afvallen met Brechtje. En kregen we vanmiddag al binnen, zo snel gaat dat dus. Gisterochtend besteld, vanmiddag hadden we het al binnen. Afvallen met Brechtje, je kent er heel veel keto producten bestellen. Nou, ik heb een bruine suiker besteld, tenminste een vervanging daarvoor. Sucrin Gold, Delicious Sugar Alternatief. Nou, dat is dus een heerlijk alternatief voor bruine suiker. Die hebben we nodig voor het recept wat we vandaag gaan bakken. Dus sambalboontjes, Indonesische sambalboontjes. Die kun je bestellen dus bij afvallen met Brechtje. Nou, zoals jullie op de foto's hebben gezien, de uien, de knoflook en de chilipepers heb ik alvast gesneden. Dus die staan er klaar voor. We hebben een kilo boontjes, spessieboontjes, die hebben we geplukt. En die staan nou langzaam te koken, zodat die gaar worden. Aanfruiten voor de sambalboontjes. Ik heb daar verder bij nodig bay leaves, dat zijn laurierblaadjes. Daar gebruik ik er 3 of 4 van. Bruine suiker, kokos, Laos. En normaal gooi ik er ook citroen, daar hebben we ook dit bij nodig, citroensap. En kokos had ik al gezegd, hè Jan. En normaal... Ja, gewoon ook wat serré erin, citroengras, een poedertje. Normaal bak ik, als ik het aanbak, gebruik ik ook trassie en een stukje gember. Maar we hebben geen gember en trassie, dat hebben wij dus ook niet. Maar dat maakt niet heel veel uit. Maar normaal gooi ik er ook trassie bij in en wat gember. Dus ik ga dit nu aanfruiten. Ja? Nou, ik gooi wat olijfolie in de pan. 2 tot 3 eetlepels. Het gas zet ik op vrij hoog. Dan krijg ik goed heet worden en dan gooi ik er 4 sambalblaadjes in. Of laurierblaadjes. Je moet straks wel, als je gaat eten, moet je wel zorgen dat je die hier op je lepel hebt. Nou, dat zijn de laurierblaadjes. Ik gebruik er 4. De boontjes staan al op. De boontjes zijn al bijna gaar. Dan gooi ik vast mijn uien en chili en mijn knoflook erbij in. So I got the bay leaves, mama. 4 bay leaves I put in there. 3 small onions, or 2 big ones. And 2 chili peppers. Now I put about a teaspoon of lemongrass in there as well. It's about a teaspoon roughly. Dus een theelepeltje citroengras. En Laos, ook een theelepeltje. Laos, I don't know the English word for that. I don't believe there's an English word for it anyway. Okay. But it's spelled L-A-O-S, Laos, grounded. Van het glazen. Wat ik doe nu is, ik gooi er een klein beetje water bij. Maar een kwart kopje water. En ik pak dan ook gelijk de bruine suiker. En de bruine suiker gooi ik er 3 eetlepels bruine suiker in. Dus 3 eetlepels. So as you can see, I added like a quarter cup of water. And now I'm going to add 3 tablespoons of brown sugar. It's just to get the heat up a bit. What does it smell like, babe? The whole dish, you mean? No, what does the brown sugar smell like, babe? It smells like really sweet. It smells perfect, really nice. Let me smell it again for you on camera. Too bad you can't smell it. Oh, it smells like molasses. Really nice. Delicious. Smell it. Woohoo! Ja, dat ruikt heel lekker aan. Een molasse. Het begint er goed uit te zien, het ruikt al heerlijk hier. Je hebt al kunnen zien dat ik heel veel knoflook erin gooi. Zeker wel 3/4 van een bol knoflook.
So that's the problem. I probably have like 8 cloves of garlic in here. It smells wonderful. I think the beans are pretty much done. Die zijn al een beetje rijp onderhand. Gaar. Ja, beetgaar, dat is hoe ik ervan hou. You like them like that as well, right? Mm-hmm. And you got a little bit of a bite. Yes, absolutely. Not mushy. No mush mess. Ja. Oké. Nou, die ga ik er zo meteen afgieten en hier dan toevoegen. Wat ik nog vergeten ben, dat ga ik ook nog doen. Maakt het nog iets lekkerder nog, een klein beetje van. Ik gooi er een half bouillonblokje in. But I guess they have to be careful of what chicken bouillon they find then, right? Because some of them have setmil in them. Nog een kwart kopje water bij in. Je zet de kast nou een beetje op laag. En dan laat je het rustig simmen, gewoon rustig zo even een beetje door laten gaan. Ah, het ruikt zo lekker hier. Smells beautiful, huh? Yeah, it does. Wonderful, very nice. So you added an extra quarter cup of water? Yeah. As you can see, you can use it so it's nice and moist, right? Yeah. And it won't take any way away from the flavor, nothing. Won't take nothing away from it. Oh, that's good. Because usually what happens, you add more water and you lose the flavor, and then you gotta add more flavor to... Yeah, it's got so many herbs in it, and so much garlic and onions and all that. En krijgen we uiteindelijk ook nog wel een andere smaak, want het is nou pittig en zoet door de bruine suiker. Maar er komt nog wat citroen in. En ik ga de boontjes even afgieten nu. Maar er komt ook kokos in. So I'm going to add coconut as well, right? And lemon and all that. So the taste will be slightly different than what you would expect now. Ooh, those look nice. I know, right? Yes. Ziet er heel mooi uit. Nou, die heb ik afgegoten. I drained them. So now I can get in here. En dan gaan we dat even mixen. It smells delicious too. So I guess if you have to put 3 onions in, you really have to mind your own carbs, huh? Yeah. It's really about all your carbs, but it's the same with everything basically. I mean, you can put a little less onion or more, it's just to your own taste, but this way it's very nice. But I mean, it doesn't mean you ruin your dish when you put 5 bay leaves in there instead of 4, you know what I mean? So as far as the onion go, since onion are more carby, is there another way to can you do less onion and still have a good flavor, or is are the three onions necessary? I think they're necessary, but these are 3 small onions, and of course it depends on how many beans you use as well, right? Because I use 2 pounds. Ik heb 1 kilo gebruikt aan boontjes, dus daarom heb ik ook wat meer uien erin. Maar 3 kleine uien of 2 grote uien, 3 small ones or 2 big ones are really necessary, don't you? Oh my goodness, and it smells so good. Nou, ik roer het even goed door. Yummy, yummy. Nou, dan ga ik de kokos pakken. Je kan kokosmelk pakken of you can use the milk here, or we got this. It's a substance, santan, which is more a steady form of it. Like it's concentrated. Yeah, it's concentrated. And I prefer that over the milk, to be honest. Ik heb liever deze, die geconcentreerde, dan kokosmelk. Nou, ik heb het afgewogen en ik doe een vast stuk van 30 gram santen. En dan zometeen gooi ik er een klein beetje water bij in nog. Maar dat is gewoon ook hooguit een kwart kopje. Om het een beetje... Kijk, dit smelt wel heel fijn. Maar dit wordt aardig dik, dit spul. Dus ik gooi er altijd een klein beetje water bij in nog. En dan aan het eind, oh, je begint de kokos nou al te ruiken. You already start smelling the coconut now, huh? Yes, sir. Yeah, it melts down. I used about 30 grams. Just to start and see how it tastes. And then I'm going to add just a little bit more water. Like a quarter cup maximum. Dus een kwart kopje water nog erbij. Dan heb je ook lekker wat sap voor over je rijst. En als je
meer keto wil doen, dan kun je natuurlijk ook je bloemkoolrijst pakken. So you can use your cauliflower rice or your normal rice if that's your thing. But you used about 30 grams of sand and coconut. Nou, en om te eindigen, het gerecht af te maken, doe ik de sinaasappel, doe ik de citroensap in. Ik begin met 3 eetlepels en dan proef ik het even. Goed doorroeren. En ik gooi de citroenen het laatst in, want als je de kokos en de citroenen tegelijk in gooit, dan kan het gaan schiften. So, if you put the coconut and the lemon in there at the same time, it might like break up, like you do buttermilk. Oh, okay, so it was split? Yeah, it was split. Oh, that's not nice. That's a texture I don't think I'd want in my mouth. No. You don't know, let's have the taste. Okay, cool. You're getting to do all the tasting. Yeah, can you use 2 more spoons, I think. You? I think it is, yeah. Or 1 spoon? 1, I would say. Okay, dus doe er nog 1 eetlepel citroen bij. Dan heb ik in totaal 4 eetlepels citroensap in. So I guess that's like na smaak. Ja. Dat is naar smaak inderdaad. We houden van als wat frisser is en frissig zoet. So how do you like it so far? You like it? Yeah, but I have to be honest, I think I'm missing the trassi. Ja, dat mis je zeker, ja. De trassi geeft het echt de goede smaak. Als je het gerecht goed, wij hadden de trassi dus niet meer, die waren we vergeten. Maar dan doe je er een dobbelsteentje trassi in. En die begin je in de olie met je blaadjes en je trassi, daar begin je mee in de olie en dan lost dat vanzelf op, je trassi. Trassi is a shrimp paste, concentrated shrimp. And I use about the size of a dice, you start with it, the bay leaves and the oil with the trassi. That's how you start the dish basically. And it gives it that taste really. Nou, leuk dat jullie er weer waren en meegekeken hebben. En tot de volgende keer. Zoals de Indonesiërs zeggen, de Indo's, selamat makan. Echt smakelijk. Dus iets meer dan 1. Nou, dat is ongeveer 1 bordje vol. Een goed bord vol per persoon. Doei! Okay, guys, don't forget to comment down below. Guys? Guys? Guys?